lieve mensen. Namens het college van burgemeester en wethouders en namens onze gemeenteraad, wat fijn u hier te mogen ontmoeten. Welkom. Vorig jaar stonden we hier voor het eerst. Toen was de oliebollenparty nieuw. Toen was het Looiersplein nog oud. En nu is het nieuw. Kijk om u heen, er is hier in een jaar tijd opvallend veel veranderd. U zult de woorden oud en nieuw voor vaker voorbij zullen komen, want het thema van mijn speech vandaag is oud en nieuw. Samen met u wil ik graag een blik werpen op de samenleving in onze prachtige kernen Dongen, Schavemoer, Kleindongen en Dongenvaart. Samen kijken we daarbij met elkaar door een Dongense bril, soms een nieuwe en soms een oude. Nieuw in het afgelopen jaar. Een toekomstvisie, speciaal gericht op Dongen. We hebben deze visie gemaakt in samenwerking met u, de inwoners, onze verenigingen, stichtingen en organisaties, onze ondernemers. Allemaal partners met wie wij heel graag samenwerken. Samen hebben we 5 pijlers benoemd. Dongen leeft, Dongen zorgt, veilig Dongen, Dongen onderneemt en Dongen dient. Ik kom hier zo nog even op terug. En waarom deze 5 pijlers? Ze komen voort uit oud en nieuw, oftewel ons verleden en onze toekomst. Bij het maken van de visie hebben we gekeken door een oude bril. Wat zit er in het Dongens DNA? Wat maakt ons nou sterk? We hebben gekeken door een nieuwe bril. Wat heeft Dongen nodig om nu en in de toekomst een krachtige en vooral zelfstandige gemeente te blijven? Pijler 1. Dongen leeft. We vinden het allemaal leuk om in Dongen te leven, te wonen, te winkelen, te sporten, kortom te ontmoeten. Die meneer uit Tilburg heeft net gezegd dat u ook naar Dongen komt. Als we kijken door een nieuwe bril, wij zijn aan het groeien. Vorig jaar december waren we met 25.417 inwoners en nu hebben we er 78 meer. Binnenkort 80 meer. Sterk spul, hè, die oliebollen. Groei is goed voor onze gemeente. We willen graag een vitale samenleving zijn met voor vele generaties goede voorzieningen, een goede infrastructuur en een goed verenigingsleven. In 2017 gaan we dan ook weer veel nieuwe huizen bouwen en een nieuwe ontmoetingsplek midden in het centrum van Dongen op de plaats van de nu Kameleur. Pijler 2. Dongen zorgt. Oog en oor hebben voor elkaar. Zorgzaam zijn. Dat zit in onze genen. Ruim 200 jaar geleden, in 1801, kwamen de zusters Frans Canesse naar Dongen. Ze betrokken een pand aan de Hoge Ham, genaamd toen het Bonnekes Slotje. En ze kozen een nieuwe naam, die nu oud en vertrouwd is, Mariaoord. En zuster Rafael en mijn zusters zijn hier ook en dat waardeer ik bijzonder. Ruim 100 jaar geleden, in 1892, vestigden de broeders zich officieel in Dongen. Opnieuw een belangrijke nieuwe stap in de geschiedenis van dit dorp. De zusters en de broeders zagen als hun belangrijkste taken het geven van onderwijs, bejaardenzorg, zorg voor zwakkeren in onze samenleving en speciale aandacht voor opvoeding en vrijwilligerswerk. En dan hebben wij het over het Dongens DNA. Dat was toen, dat is nu en dat blijft zo. Nieuw in 2017? In Dongenvaart gaan we bouwen aan een nieuwe basisschool, een integraal kindcentrum. Samen met het Cambreur, onze voortgezet onderwijs, bereiden we voor nieuwbouw in 2020. En daarmee investeren wij in onze jongeren en in onze toekomst. In 2017 vernieuwen we ook onze zorgstructuur. Heeft u vragen over zorg, dan kunt u straks in het nieuwe jaar direct terecht bij het sociaal team. De derde pijler, veilig Dongen.
Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog hadden we in Dongen een politieagent die van de Duitse bezetter regelmatig de opdracht kreeg om Dongenaren op te gaan pakken. Maar voordat hij dat ging doen, gaf de politieagent de familie in het geheim een waarschuwing. En als hij dan met de Duitse bezetter aan huis kwam, bleek de vogel altijd net op tijd gevlogen. Ik heb een verzoek aan u. Als u nou een keer door de Kardinaal van Rossumstraat rijdt, sta dan letterlijk eens even stil bij het huis met nummer 32. Want op de voordeur hangt nog steeds een oud naambordje. Met daarop de naam van de politieagent Theo Zwartjes. Dit naambordje is een stil eerbetoon aan een unieke Dongenaar. Met gevaar voor eigen leven en voor zijn gezin heeft hij zich ingezet voor de veiligheid van Dongen. Graag een applaus voor Theo Zwartjes. In 2016 is het gelukkig goed gegaan met onze veiligheid. In vergelijking met andere gemeenten zijn de misdaadcijfers in Dongen laag. En ook lager dan de voorgaande jaren. Dat moet ook zo blijven in 2017 en de daarop volgende jaren. Als burgemeester vind ik het een van mijn belangrijkste taken om ervoor te zorgen dat u zich veilig kunt voelen in onze gemeente. Want prettig wonen, dat begint bij je veilig te voelen. De vierde pijler, Dongen onderneemt. We hebben in Dongen ontzettend veel om trots op te zijn. Nieuwe ondernemers die pas begonnen zijn. Oude ondernemers, ik heb er hier alweer een paar zien staan, met een lange staat van dienst. Van kleinschalig en typisch Dongense ondernemerschap tot grote, moderne, internationale concerns. Sinds het jaar 2000 staat de enige Coca-Cola-fabriek in Dongen. Jaarlijks wordt er door Coca-Cola 600 miljoen liter frisdrank geproduceerd. Van alle frisdrank die wordt gedronken, wordt in Nederland komt 85% uit Dongen. Echo is het enige bedrijf wat exclusief voor Apple de leren producten maakt. Maar we hebben ook bijvoorbeeld mijntjes soep met verse streekproducten uit Schavenmoer. Ik heb veel respect voor onze ondernemers, die steeds opnieuw de uitdaging aangaan om te komen met nieuwe ideeën en nieuwe producten. Zoals bijvoorbeeld Protix Biosystems. Een wereldwijde trendsetter in het kweken van eiwitten met nu al meerdere innovatieve prijzen. De laatste pijler is Dongen dient. Wij zijn er als gemeente om dienstbaar te zijn voor onze inwoners. Dat doen we graag en dat doen we ook graag in de toekomst. Ik noem u een paar getallen. Want ons aanbod als de gemeente Dongen is 300 producten groot. Onze groendienst onderhoudt 16.000 bomen. Onze telefonistes nemen per maand 3200 telefoontjes op. Dat zijn ongeveer 192 per dag. Onze balie burgerzaken gaf afgelopen jaar uit 2450 rijbewijzen en 6300 paspoorten en ID-kaarten, ongeveer 44 per dag. 167 verliefde koppels sloten in het voorbijgaande jaar een huwelijk of een partnerschap hier in Dongen. En Dongen staat ook daarmee in de top 10 van trouwlocaties van Nederland. En daar mogen we trots op zijn. Nu in 2017. Vanaf februari beginnen we met het huis-aan-huis inzamelen van verpakkingen, plastic, metaal en drank. We werken ook aan een duurzame toekomst. Lieve mensen, ik zou nog wel een hele tijd kunnen doorgaan, maar dat doe ik voor u gelukkig niet. We zijn hier bij elkaar omdat we waarde hechten aan elkaar ontmoeten. We wonen met z'n allen, met heel veel plezier in Dongen, Schavenmoer en Klein Dongenvaart. Omdat we een samenleving hebben waarin tijd en ruimte is om elkaar te ontmoeten. En die tijd en ruimte zal ik ook nu weer gaan maken. Ik hoop dat u zo meteen een heerlijke oliebol neemt en nog een drankje met elkaar drinkt. En als we volgend jaar hier weer bij elkaar staan, dat we dan nog steeds in goede gezondheid zijn en kunnen zeggen 2017
was een fantastisch jaar. Veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaar.